Wat is de flavor had een opzet van we hebben twee main acts en we hebben drie kleine acts die doen de Who's Next van 5 minuten. En het publiek bepaalt wie zij de doopste vonden in die 5 minuten en die komen de volgende What's the Flavor terug en doen een hele half uur. Maar dat is wat je verleent. Daarom heb ik die beste zijn in de tank. Toen deze beat drop wordt je klik te kracht. En ik was het zeker niet, maar nou die bier is op de kracht. Ik wil het echt niet horen, bitch, ik geef geen fuck. Straks rot ik je ass, net als Brad Pitt in mijn club. Maak gebruik van mijn connecties met de Taliban. Druk mijn vuist op je ogen, als mij komt door dat ik snap je zo hard. Het voelt dan als een facelift. Laat je verdwalen net als Sonny de Frist. Gasten vragen wel, wie denk je wel wie dat je bent? Ik ben gewoon mezelf, gedoopt in talent. Het was de hele tijd van, gaat het nou door of gaat het niet door? Want we wisten nog niet of we de subsidie zouden krijgen, dit en dat. Dus op het laatste moment moesten wij iedereen bellen van ja, het gaat door. Dus je hebt nog een week om je track in te leveren. En in die week hebben wij gezien van artiesten die echt moeite gingen doen. Die nog een track gingen opnemen. Een paar hebben nog tracks geschreven. Sommigen kwamen met iets ouds. Maar toch de moeite voor ons dat we zeggen ja, voor zulke artiesten doen we deze cd. En deze avond dan, weet je. Dion, coole kill uit Spang, hele rustige papi. Deed bij mij ook geen belletje rinkelen trouwens toen ik voor het eerst keer zijn naam hoorde, maar stond wel verrast. Gezellige gast, hele gezellige gast. Vorig jaar was het rustig aan, ik heb nooit gedacht. Als ik loop, is het nooit verwacht. En de chicks denken de kills, ze zien mijn tanden. Profeet met een bijbel in mijn handen. Je leest het wel, Spang in kranten. Wij zijn van onze geschiedenis verbannen, man. Labels kennen me maar, ze geven geen contract. Is niet erg, wij redden het wel. Yeah. Niks te verliezen, alleen zijn leven misschien. Een fokken met de mannen, die positie deden ze niet. Hij heeft een reputatie en die is op alles waard. Hij was berucht geworden, want hij had de man geklaard. Die hij stak is al hard met een lange zwaard. En voor wat? Een gebak en een halve taart. Een gevaar voor de samenleving. Hij was pas 12 toen hij s'avonds met zijn vader meeging. Om te hosselen, meneer X begon al jong te struggelen. Zijn hele leven lang dacht hij, God verdomde me. Nu is hij doorgedraaid. Hij is nog gekker dan een pedofiel. Je kind van achter en voor. Plus zo weet je wat ik vaak zie van vele pappies die spelen de
spijtig. Oh, wat? Je treedt niet meer hoog. Je kreeg een gevolg. Beter geef je het dood. We breken je door. Schijt als je derde album uit. Dus we komen zitten wat je album pijn is. A bomb out the last. Bang on the map. Crack one flow on deck. Blackness come out of my neck. Rapping folk step. Twisted in the hall hat. Making soul step. Rapping the prospect. We want a protest again. When I'm a broadcast, get smashed. Haven't you heard? You won't. I got enough dust to make you all fall back. For the losses of us, I make you all crawl back. Don't bluff or get done under your baseball cap. Snakes and threats. Can't waste my breath on that. I want another lap. Serious bit. What I stand for. Next time, show me a bit. You want to expect more love and support. Chip in to my fam, y'all. Slinger ain't no finger to all those checks off. Stay locked. Might check to push in my force. If you try to put me on the obstacle course, I'm ready for war. Weet je, een paar artiesten die op What's the Flavor hebben opgetreden, die hebben gewoon geen track ingeleverd, zeg maar, voor de cd. Of sommigen vonden het gewoon niet nodig. Dus dit is eigenlijk echt, dit zijn echt de boys die echt... Die echt willen. Echt willen, begrijp je? Ik blijf het zeggen, dit is meer dan een visie. Verder dan alles, welkom in de Eredivisie. Als we allemaal Rotterdamse struggleijs die hiphop maken omdat ze hiphop zijn. Die niet hiphop maken voor hun geld, maar hiphop maken omdat ze motherfucking hardcore zijn. Hardcore motherfuckers, thanks hell. Hiphop, Eredivisie, fuck die bankrekening. Real shit, wat ze blijven luisteren. Dit is de Eredivisie. Waar je plaats op de kaart wordt bepaald door alles wat je maakt. Ja, de Eredivisie. Spelen in het grote land, een stand op je brand. Niks zegt over de stand. What's hype? Yo, scream out loud, I was hype. Yo, scream out loud, I was hype. Yo, scream out loud, I was hype. What's hype? Make it out of huge iron. Hey yo, the T's
Chanel, niggas had a new diet. It's all a fire, the streets ain't safe. So fuck the police, is what we say. The same ill niggas from back in the day. This time we don't play. Expose the documents, it's all hidden in your safe, man. Your whole world can't play. The title of his face, man. Barcodes and numbers. All my boots doing time in the summer. All I ever wanted was a DJ fam, a driver Hummer. Robbers, drug dealers, and gunmen. They trapped in the Operation Global propaganda. En jullie winnen nog niet? Hij dropte een track op het net met de impact van de Hiroshima, Tsunami of Katrina. Die man is erg. In ieder geval in Rotterdam, de meeste mensen kennen hem nu wel. Rotterdamse straatboys kennen die man sowieso, want hij is gewoon bekend van de straat. Ja, Rotterdam is de thuishaven, heet u nog grijsaren. Tot een dood heb ik mijn leven op lood op gelijkdragen. De vorm de gele kruidragen. De Chinees genomen van Surinaamse families, huisvaders. Kan met geen vinger een buis maken. Want ik moet van niks, maar ik heb niks te bewijzen. En er is niets wat mijn baby kan beschrijven. Mag je naar werk wijzen, dingen leggen te schrijven. Kom in de game en ik heb nooit gelopen. Winnaar, slag, staat gelijk als vier, maar ik wil gelijk lopen. Ik dom op steen, gooi hoop van ogen naar de shit. Is mij voor de witte beste dood van Nederlandse bodem. De Rotterdamse verlossen, het feit die hij was je op. Of voor ik drop toppen, baasje toppen. Inpakken en wegwezen. Wat ik kom doen, uitpakken en lesgeven. Vinger, weg, weg, huis in de lucht. Ja, Rotterdam is terug. Pop die shit van de speakers, hier is weer een klassieker. Pop die shit, het is een lekker brok. Als je die What's the Flavor CD opzet, zie je het alsof je in een 60 minuten door de wijken van Rotterdam loopt, begrijp je? En die artiesten ergens hebben echt een dope ding gedaan.